Paragraaf 9.4 gaat over de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. En die drie begrippen, propaganda, communicatiemiddelen en massa-organisatie, die zullen we in deze video's nader gaan bekijken. En dit is bij uitstek een politieke paragraaf, want we gaan kijken hoe het bestuur van verschillende soorten samenlevingen gebruik maakt van propaganda en communicatiemiddelen en wat voor massa-organisaties zij inzetten. Maar voordat we dat gaan doen, maken we eerst even een kleine sprong terug in de tijd. We gaan terug naar de 16e eeuw, naar de tijd van de Reformatie. Dat conflict in de christelijke kerk dat er in Europa uitbreekt, aan de ene kant de Katholieken en aan de andere kant de Protestanten. En hier zien we een anonieme Protestantse print, en de boodschap is heel duidelijk: de mensen rechts zijn Protestanten en zij zeggen: de Bijbel die weegt veel zwaarder dan alle katholieke geestelijke en hun reliquieën bij elkaar, oftewel de Bijbel is het belangrijkste en daar kan niets anders tegenop. En dat was ook de boodschap die de Protestanten hadden. Maken we een sprong meer naar onze eigen tijd toe, het begin van de 20ste eeuw. Uh, en dan zien we een verkiezingsposter van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP, uit 1919. En dit was een socialistische partij die in 1919 aan de verkiezingen in Nederland deelnam. En de boodschap is duidelijk: stem op de SDAP, want dan zal de arbeidersklasse door niets en niemand meer kunnen worden tegengehouden. Dit zijn twee heel verschillende afbeeldingen, maar ze hebben één heel belangrijke overeenkomst. Het zijn namelijk allebei voorbeelden van propaganda. En propaganda is het beïnvloeden van de mening van een grote groep mensen om aanhangers te winnen voor bepaalde politieke ideeën. En dat zagen we in de vorige paragraaf 9.3 ook al voorbij komen. Totalitaire systemen maken heel veel gebruik van propaganda. Zij willen als het ware hun visie op de wereld in de oren van hun bevolking schreeuwen. Vandaar dat ik ook gebruik heb gemaakt van die megafoon. Want wat propaganda wil, is op een heel effectieve manier een boodschap bij iemand binnen laten komen. Propaganda kan dan eigenlijk twee kanten uitgaan. Um, aan de ene kant kun je door middel van propaganda je eigen kracht benadrukken. Hier zien we bijvoorbeeld een verkiezingsposter uit Duitsland in 1932. Hitler nam namens de NSDAP deel aan de verkiezingen en hij wordt op deze poster afgebeeld als een sterke en krachtige leider. Hij zal het lot van de natie in zijn handen nemen. Hij zal Duitsland weer groot en sterk maken. De eigen kracht van Hitler wordt hier dus duidelijk benadrukt. Aan de andere kant kun je propaganda ook gebruiken om je tegenstanders of om anders denkende zwart te maken, om hun zwakte juist te benadrukken. En dan pakken we opnieuw een Nazi propaganda poster in dit geval van een propagandafilm, de Eeuwige Joden, een verschrikkelijke film, waarin de Joden heel erg, maar dan ook echt heel erg negatief worden afgeschilderd. En dat zie je ook al terug op deze poster, want de personen die je hier ziet, moeten allemaal Joden voorstellen en ze worden allemaal heel negatief neergezet. En daarmee is de boodschap voor de kijker meteen duidelijk: Joden zijn slecht. Of dat ook echt zo is? Nee, natuurlijk niet. Maar propaganda hoeft niet altijd waar te zijn. Het gaat erom dat jij een bepaalde boodschap hebt, een bepaald idee hebt en dat wil je overbrengen op anderen. En daarvoor mag er best af en toe gelogen worden of mag er best misleiding plaatsvinden. Tenminste, dat zie je vaak terugkomen bij propaganda. En in propaganda wordt ook een heel simpel wereldbeeld voorgesteld. Iets is goed of iets is slecht. Propaganda gaat uit van tegenstelling. Het is heel erg zwart-wit. Zo is de tegenstelling goed-kwaad. Uh, de tegenstelling vriend-vijand. Of de tegenstelling wij-zij. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat zien we ook duidelijk terug op deze Russische propaganda-poster. die tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt is. De Goede. Dat zijn de drie landen aan de bovenkant: de Amerikanen, de Russen en de Engelsen. En zij vechten samen. Tegen het kwade, en dat is Hitler-Duitsland, dat we aan de onderzijde van de poster zien. Tegenstellingen kom je heel vaak tegen bij propaganda. En in de 20ste eeuw zien we dat het gebruik van propaganda heel erg toeneemt. We hebben dus al gezien dat er al vanaf de 16e eeuw er propaganda wordt gemaakt. Eigenlijk begint dat zo vanaf uh, die reformatie. En propaganda wordt ook in de eeuwen daarna steeds gebruikt. Maar. Vooral in de 20e eeuw neemt dit gebruik heel erg toe. En waarom? Omdat er dan nieuwe communicatiemiddelen komen. Er worden uitvindingen gedaan die ervoor zorgen dat een boodschap nog makkelijker op een grote groep mensen overgebracht kan worden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de uitvinding van de radio en de uitvinding van de film. En in de jaren 20 van die 20e eeuw kregen steeds meer mensen een radio in huis en gingen steeds meer mensen naar de bioscoop. En dat zorgde dus ook voor dat leiders van een land op die manier makkelijker. Een boodschap bij de bevolking konden krijgen, want zij konden daar de radio voor gebruiken, of zij konden mensen in de bioscoop een boodschap meegeven. In Nazi Duitsland werd daar bijvoorbeeld heel veel gebruik van gemaakt. We zagen net al het voorbeeld van een propagandafilm De eeuwige Joden. Maar Hitler die, uh, hield ook heel veel radiotoespraken. Maar propaganda is niet de enige manier om het denken van een bevolking te beïnvloeden. Dat kan ook op heel andere manieren, want bij verschillende totalitaire systemen zien we bijvoorbeeld ook dat de bevolking lid moet worden van een zogenaamde massa-organisatie. En nou wil ik eerst even zeggen, voordat we op die massa-organisaties ingaan, dat totalitaire systemen echt niet de enige plekken zijn waar de propaganda gebruikt wordt, maar zij maken er wel heel veel gebruik van. Nou ja, wat zijn massa-organisaties? Het zit eigenlijk al in het woord zelf. Je hebt het woord massa, een grote groep mensen. En het woord organisaties. Bij massenorganisaties zijn dus grote groepen mensen aangesloten. En we pakken er even gewoon twee voorbeelden uit. Hier zien we de Hitlerjugend uit Nazi Duitsland. Alle jongens van 14 tot en met 18 jaar moesten in Duitsland lid worden van deze beweging. Ze kregen allemaal een bruin hemd aan en een dolk met als opschrift bloed en eer. En ze leerden vechten en marcheren. En op die manier werden hun de waarden van het nationaal socialistische systeem bijgebracht. Ook in de Sovjet-Unie waren er massa-organisaties zoals bijvoorbeeld de Komsomol. Hier moesten alle jongeren in de Sovjet-Unie lid van worden. Een vrije tijd besteedden zij dan ook vooral samen met anderen bij de Komsomol. En daar konden zij dansen, film kijken en kregen ze allerlei andere vermaak aangeboden. Maar steeds werd hun dan ook een communistische boodschap bijgebracht. Het totalitaire systeem probeerde ze op alle mogelijke manieren hun bevolking te beïnvloeden door het oprichten van massa-organisaties en door het gebruik van propaganda. Maar zeker het gebruik van propaganda was dus niet alleen voorbehouden aan die totalitaire systemen, je komt dat overal tegen.